Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuw filmpje bij Beer Brothers. Dit keer heb ik een biertje gekocht bij de Lidl en dat is de Gerardus. De Gerardus Lentebok. Nou, zoals we allemaal weten, de Gerardus bieren die komen allemaal gewoon bij Gulpener vandaan, uit Gulpen. En met het Gerardus bier steunen zij het klooster in Wittem. Of althans dat dat gebouw mooi blijft. En ik moet zeggen, ik heb er een keer gestaan en het is fijn dat ze dat doen. Het voelt toch een beetje als drinken voor het goede doel. Lentebok, nou ja, lentebok, dat is natuurlijk altijd een beetje zo'n stijl, daar kan je van alles en nog wat mee. In principe, ja, hoge gisting, lage gisting, verschillende procenten alcohol. Maar goed, weet je, laten we hier geen stijle discussie van maken. Persoonlijk hou ik het meest van de lentebokken van ondergisting. Omdat het anders heel snel richting een soort van blondachtig bier gaat. En ja, eerlijk gezegd, als ik een blond wil drinken, ik wil een blond. Dus ik vind juist die ondergistende lentebokken gewoon net even iets aantrekkelijker. Goed, dat is persoonlijke smaak. Dit bier, de Gerardus Lentebok, dat is ook een bier van lage gisting. Dus de ondergisting, lage gisting. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. En nou ja, benieuwd. Ik heb hem natuurlijk wel eens gedronken. Maar ik dacht, het is eigenlijk wel leuk om ook gewoon even op een filmpje te zetten. Juist ook om jullie een beetje enthousiast te krijgen om ook gewoon eens deze te proberen. Dus een van laag gisting of een ondergisting, een mooie lentebok. Wat uiteindelijk dus de Gulpener lentebok, maar ook de Gerardus lentebok is. En die kun je gewoon bij de Lidl gaan halen. Nou, wat in ieder geval meteen opvalt is een beetje een mooi zo'n oranje-achtige kleur. Dat is toch wel leuk, want er zit dus een beetje gekleurde mout is er gebruikt. Nou, de schuimkraag is net niet helemaal wit, een beetje off-white zullen we het noemen. Dus dat een beetje, nou, wat het zicht betreft, de geur. Ja, en dan heb je dus meteen het voordeel van dat bier van ondergisting. Want dan heb je veel eerder dat je niet zo'n enorme fruitgeur krijgt, maar juist mooi, die moutgeur. En die moutgeur, ik word daar toch eigenlijk wel heel enthousiast van. Dus wat meteen opvalt is echt een goede moutige geur. En echt, je ruikt hier het graan in. En dat vind ik toch eigenlijk wel mooi. Er is ook een heel klein beetje iets frissers in de geur. En dat is dan ook wel leuk, want uiteindelijk hebben we het natuurlijk over een lentebier. Nu, als het helemaal niet frisser zijn, zou het ook wel een beetje jammer zijn. We gaan hem proeven. Wat meteen ook opvalt is die moutige geur. Dat mout zit ook meteen in de smaak. Heel mooi, een goede, lekkere moutbasis. En dan proef je echt wel een beetje frissigheid, een beetje ja, fruitigheid, bloemigheid. Het is een beetje net iets zoetigs, maar dat ligt echt een beetje zo over die moutsmaak heen. Het is echt wel een beetje bloemig bijna wat erin zit. En dat maakt hem wel gewoon echt een beetje lenteachtig. En dat vind ik wel heel erg fijn. En om wel een beetje balans te houden, zit er ook een heel klein hopbittertje in. Een bier. Nou, ik zou willen zeggen best subtiel. En dat vind ik eigenlijk ook wel gewoon fijn. Want een lentebokje wil je gewoon met een beetje fatsoenlijk weer lekker rustig kunnen drinken. Niet al te veel gekkigheid. En dat ga je hier vinden. Je moutigheid, een beetje dat frissige, een beetje dat bloemige. Want het is tenslotte een lentebiertje. En uiteindelijk, om echt het evenwicht een beetje goed te houden, zit er ook nog een mooi hopbittertje aan. Ja, soms is gewoon eenvoudig, goed gebalanceerd bier eigenlijk gewoon top. En dat is eigenlijk dit. Goed gebalanceerd bier. Gewoon echt lekker. En toch een bijkomend voordeel. Ook heel schappelijk geprijsd. Dus ja, eigenlijk er is geen reden om dit niet te doen. Dus ben je bij de Lidl en je ziet hem staan, neem hem mee, want hij is absoluut de moeite waard. Ik ga hier gewoon nog even van genieten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Proost.